Vindt u het goed als ik de heer Van Houwelingen even het woord geef, meneer Van der Steijn? Want de heer Van Houwelingen wil doorgaan op ditzelfde punt. Is dat correct? Ja, dank u wel. De heer Van Houwelingen. Ja, precies op ditzelfde punt. Want we hebben denk ik toch echt een enorm groot probleem. En mijn collega's, de heer Van Haganet en Van der Plas, komen met allemaal voorbeelden. Het Maastrichtse ziekenhuis in de Edese Vallei, waar duidelijk is dat de foto niet klopt. Het is het probleem. De foto klopt niet met de film, in uw woorden. De film die het RIVM ons voorschotelt. We zeggen net van, ik kan niet al die Belgische cijfers paraat hebben, maar alle foto's die wij hebben, die kloppen niet met de film. Ik ga u nog één foto geven, ik kan er meerdere geven, maar voor de tijd. Dit komt dus uit van Bert Mulder, dat is een arts in het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen. Hij stelt precies wat de heer Van Hagen net stelt. Hij zegt van, ja, we zien de effectiviteit van een vaccin dramatisch afnemen. En dan komt u met cijfers van dat ziekenhuis. En die laten dan zien, in augustus, ik rond het even af, 30% is volledig gevaccineerd van opnames, de COVID-opnames. In september is dat 40%, rond het even af. En in oktober is het 80%. Dus dit is weer een foto, Dit is weer een foto die niet klopt met de film. En nu dus, snapt u nu waarom wij dus de foto's willen krijgen. We willen de foto's van per ziekenhuis in Nederland wel of niet gevaccineerd. We willen niet dat totaal van het RIVM hebben. Begrijpt u dat? Nee, dat begrijp ik juist niet, want de foto heeft geen zin, de film heeft zin. Want waarom onderzoeken we de cijfers? Dat is om te weten of de vaccineffectiviteit daalt. En wat we zien is dat je ziet dat er iets van afname van immuniteit is onder de mensen die zijn gevaccineerd als het gaat over infectie. Dus ook gevaccineerden, er wordt ook wel eens verbaasd op gereageerd, ja, kunnen inderdaad nog steeds de infectie oplopen. Dat klopt, want het is namelijk geen steriele immuniteit in de overdracht. En er is ook geen sprake van 100% immuniteit ook tegen besmetting. Het gaat erom, waarom hebben we gevaccineerd? Nou, omdat je mensen wil beschermen tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname. Daar zien we de immuniteit eigenlijk nauwelijks dalen. Wel enigszins, maar onder de oudste ouderen. Dat is één. Twee is, waarom wil je juist het geabstraheerde cijfer en niet de foto per dag per ziekenhuis? Omdat er allerlei selectiebias in zit. Laat ik u het voorbeeld noemen van een UMC. De patiënten die naar een UMC worden vervoerd, dus naar een universitair medisch centrum, zijn vaak ingewikkelder patiënten. Omdat er sprake is van heel veel comorbiditeit. Omdat er sprake is bijvoorbeeld van allerlei immuunsuppressiva die men slikt vanwege ingewikkelde behandelingen, et cetera. Kortom, je wilt nou juist dat alle patiënten de best mogelijke zorg krijgen. En daarom kan het heel erg verschillen in welke mate mensen zijn gevaccineerd of niet per dag en ook per ziekenhuis. Dus die foto's zijn eigenlijk niet interessant. Wat is wel interessant, dat is nou juist de film. De film over bijvoorbeeld een maand bekeken. En daarom noem ik dat ook. En Maastricht zelf heeft gerapporteerd dat 64% van de mensen niet waren gevaccineerd van de opgenomen patiënten in Maastricht. Daarnaast zegt men zelf ook, ja, het waren wel hele oude patiënten met heel veel comorbiditeit. Nou, dat sluit dus ook aan kennelijk bij dat beeld van de Gelderse Vallei, wat ik zelf niet zo goed ken. Maar wat ik wel begrijp, want daar waar sprake is van oude patiënten met veel comorbiditeit, zie je inderdaad vaker dat daar wel degelijk sprake is dat ze wel gevaccineerd zijn en toch in het ziekenhuis terechtkomen. Dank u wel. Ik wil de collega's er wel op wijzen dat we volgende week nog een coronadebat hebben. Dus ik gun u interruptie natuurlijk, maar ik wil wel daar aandacht voor vragen. Want er zijn nog best wel wat andere onderwerpen en we hebben ook nog de staatssecretaris. Dus als u kort de vraag kunt stellen, graag. De heer Van Houwelingen. Ik vind dit echt ongelooflijk. Het is een gospe. De foto's, ik zeg het nog een keer, kloppen niet die we hebben. Kloppen niet met de film. Tellen niet op tot de film. Als wij ons werk hier als Tweede Kamer serieus willen kunnen doen, dan hebben we de foto's nodig. En u verwijst steeds naar het totaal. Ze zeggen, ja, dat is het enige wat we doen. Gelooft u ons maar. Het RIVM is... Mijn vraag is dus, om ons werk goed te kunnen doen hier als Kamer, hebben we de foto's nodig. Ik ben prima in staat om die foto's zelf tot de film op te tellen. En het RIVM, ja, dat is het probleem. Dat is de grote crisis, denk ik, de vertrouwenscrisis waar we in zitten. Wij vertrouwen het RIVM niet meer. En waarom is dat het geval? Maar even één voorbeeld te geven van Dissel tijdens de technische briefing. En ik kunt het allemaal nakijken, het is allemaal opgenomen. Doodleuk tegen ons zegt van, en het is min of meer letterlijk citaat, dat de vaccins tenminste net zo goed zijn als natuurlijke immuniteit. Net zo goede bescherming. Nou, de hele wereld weet dat niet waar is. Pfizer zegt dat zelf. Dus we worden gewoon niet goed voorgelegd door het RIVM. Ik vertrouw dat instituut niet meer. Ik vertrouw het ministerie dan nog meer, eerlijk gezegd. En wij willen dus, om onze taak goed te kunnen doen, begrijpt u dat nou? Dat is toch een simpele vraag. Wij willen de onderliggende foto's hebben, dat is alles. Ja, de minister. Maar wat u hier zegt is wel heel erg natuurlijk. Hè? Dat is wel heel erg, want als we hier in de politiek besluiten moeten nemen op grond van de gegevens die ons worden aangereikt. En het RIVM is een onafhankelijk instituut en is een wetenschappelijk instituut. En het RIVM abstraheert inderdaad de cijfers van de individuele foto natuurlijk tot een film waartoe ons handelen ook zou moeten lopen. Namelijk,
Wij willen weten wanneer zouden we over moeten gaan tot een booster. Dan moet het RIVM weten. Nou, dan, dat gaan we dan doen op het moment dat we zien dat de immuniteit afneemt. En dus wordt die immuniteit, de bescherming tegen ziekenhuisopname, wordt periodiek gemonitord. Als u dan zegt, ja, maar dat instituut dat dat voor ons doet, dat vertrouw ik helemaal niet. Want ik vertrouw eigenlijk veel meer een individueel verhaal wat ik ergens hoor, of een uit elkaar, of een uit zijn verband getrokken stukje van een interview. Dat vind ik veel relevanter dan een wetenschappelijk verantwoord weergegeven cijfer dat geabstraheerd is van de individuele situatie. Dan hebben we met elkaar best een heel groot probleem. Hè? Want dan vertrouwen we instituties niet meer, dan verspreiden we ook wantrouwen. En als we het vertrouwen in instituties ondermijnen, dan denk ik dat we heel slecht bezig zijn. En dat de prijs daarvoor veel hoger is dan ons lief is. Dank u wel, de heer Van Houwelingen. Helaas, maar u kunt dat dus herstellen, dat geschonden vertrouwen kunt u dus simpelweg herstellen, door ons de onderliggende primaire data te geven, door ons die foto's te geven, wat heel simpel zou moeten kunnen, want het RIVM moet daar ook zelf zijn cijfers op baseren. Dus u kan het zo herstellen door, wij gaan een motie over indienen, en dan hoop ik dat u hem aanraadt, en dat we de cijfers krijgen. En als het dan klopt, dan zal ik hier de eerste zijn om hier te staan te zeggen, god wat de minister zei, als de cijfers optel van de ziekenhuizen, dan klopt het. Dus zo simpel is het. Wat is dat nou voor een uiting van wantrouwen? Ik vind het heel raar. Heel raar om zo met je instituties om te gaan. Echt. Dank u wel. Ik geef het woord aan de heer Van der Staaij van de SGP. Ja, voorzitter, dank voor het antwoord op mijn vraag, want daar begon het eigenlijk mee. Naar aanleiding van... Ja, nou, niet... Ja. Dus kijk, we hebben inderdaad een apart coronadebat, maar ik vond dit wel een punt wat je merkte, dat dat heel veel losmaakte van werkt de overheid, werkt deze minister, onbedoeld, niet mee aan de polarisatie die we eigenlijk juist niet moeten hebben. Moeten we niet met elkaar kijken welke verstandige maatregelen, welk appel op ieders verantwoordelijkheid kunnen we doen in deze situatie? En moeten we niet oppassen om in de sfeer terecht te komen van houdt een bed bezet wat eigenlijk voor anderen bedoeld is? Dan gaan we toch meer schuldigen aanwijzen dan dat we met elkaar kijken van wat ons te doen staat. Dat is de zorg die ik had en die ik eigenlijk ook wel houd na het antwoord van de minister. Want hij zegt eigenlijk, ja, ik heb er heel bewust voor gekozen en ik zou het morgen bij spreken weer doen. Want ja, dat is gewoon, zo is het eenmaal en de waarheid moet gezegd worden. Maar ja, doet hij dan wel recht ook, ik snap zijn oprechte zorg die erachter zit, voor juist het opleiden virus. Daar doe ik niets aan af, maar het gaat me wel om het punt, is dit nu de goede manier? Zijn nu niet meer mensen sterk geprikkeld in plaats van geprikt als gevolg van deze discussie? De minister. Mooie woordspeling. Ik hoop dat ze geprikkeld zijn om te denken, ja, dat kunnen we ons inderdaad toch ook niet veroorloven. Hè? Want solidariteit vraagt toch van iedereen zijn bijdrage. Dus ik hoop dat mensen geprikkeld zijn. Ik hoop op een andere manier dan u waarschijnlijk bedoelt. Maar ik hoop dat mensen geprikkeld zijn om opnieuw na te denken van, ja, inderdaad, misschien moet ik ook gewoon mijn bijdrage leveren. Kijk, waar het uiteindelijk om gaat, is dat we de zorg toegankelijk houden voor iedereen. En als we dat niet doen, dan neemt de polarisatie alleen maar sterker toe. Want dan moeten we uit gaan leggen dat er weer operaties worden afgesteld. Omdat het niet mogelijk is om een bed vrij te houden voor degene die gewoon eigenlijk op dat moment ook gewoon een bed nodig had. Het is niet zo dat alleen coronapatiënten recht hebben op een bed of voorrang hebben op een bed. Het is zo dat alle patiënten recht hebben op een bed en daar willen we allemaal voor zorgen. En als we dat willen blijven doen, dan zullen we echt de vaccinatiegraad verder moeten verhogen. En daarvoor is het goed om echt te beginnen bij die feiten die, vind ik, zo ongelooflijk onweerlegbaar voor zich spreken.